kijkt naar Oetel TV op TV 73. Hey en hallo, welkom bij Dwalend door Oeteldonk. Ja, ik zie er niet echt Oeteldonks uit, dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Maar als je ergens terecht kunt voor een mooi en schoon Oeteldonks pekske, of misschien veel bij Schoons, dan gaat het naar Persoons. En daar ben ik nou. Het is eigenlijk traditie. Elk jaar zijn we hier weer in die winkel die omgebouwd wordt. Want normaal gesproken is het een winkel met wooninrichting. En het wordt gigantisch omgebouwd. Uiteindelijk wordt hij dan helemaal volgestouwd met Oeteldonkse producten. Met jaskes, pakjes, mooie hoedjes. Allemaal zelffabrikaat. En er is toch wel één heel ding dat belangrijk is. Tenminste belangrijk, dat toch wel uniek is. En ik op de een of andere manier... Kijk, veel Oeteldonkers houden van ons nolletje. Oetel TV, een embleem. En dan denk ik, ja, daar gaat toch niemand kopen. Ik voel me wel vereerd, moet ik zeggen. Maar van de andere kant geeft het ook zo'n gevoel van... Ik ben maar gewoon een manneke met een microfoon in mijn hand. Snap je wat ik bedoel? We gaan hem weer naartoe. We gaan eens even kijken wie er allemaal zijn. Allemaal verschillende embleemsjes van de Oeteldonkse meskjes, de jungsjes. Ik zie hier de openingstijden van persoonscarnavalswinkel. Die zien we hier staan, maandag van 11 tot 6, dinsdag van 9 tot 6, woensdag van 9 tot 6, donderdag van 9 tot 9, vrijdag van 9 tot 6, zaterdag en zondag ook open. Nou ja, super, super. En natuurlijk de jaarembleempjes 11, 11, 17, €3,50. Kom, we gaan even kijken. Misschien is onze Joop er ook wel. Kijk even. Even niet meer kniezen en niet zeuren, ons dorp heeft weer de rood met gele kleuren. Het mooiste is dat feestgevoel, dat kennen we allemaal. Want iedereen is vrolijk en we spreken maar één taal. Dus mensen, mag er allemaal wel van. Geniet zolang het kan. Je leeft maar één keer, dus laat toe gaan. Want je weet dat het te donker weer versteld doet staan. Drie dagen maf. Niemand doet meer af, loop in de polonaise steeds weer aan. Je leeft maar één keer, dus laat u gaan. Dan denk je later niet, had ik het maar gedaan. Vier het bosse carnaval, alle hoeders weer van stal. Lekker mee z'n allen aan de boemel gaan. Mis het van z'n leven niet, deze dagen alle drie. In mijn hart, Oeteldonk van kinds af aan. Voor knillers houdt de met weer in de gaten. Er klinken weer muziekjes in de straten. Vergeet dus niet te feesten, anders krijg je ooit nog spijt. Dan heb je veel gemist en het is zonde van de tijd. Dus mensen, mak er allemaal wat van. Geniet zolang het kan. Je leeft maar één keer, dus laat toe gaan. Want je weet dat het tot donker weer versteld doet staan. Drie dagen maf, van niemand doen meer af. Nog in de polonaise steeds vooraan. Je leeft maar één keer, dus laat toe gaan. Dan denk je later niet, had ik het maar gedaan. Vier het bosse carnaval, alle hoeders weer van stal. Lekker mee z'n allen aan de boemel gaan. Mis het van z'n leven niet, deze dagen alle drie. In mijn hart, Oeteldonk van kinds af aan. Je leeft maar één keer, dus laat toe gaan. Want je weet dat Oeteldonk een leven stelt. Niemand doet meer af, nog in de polonaise steeds vooraan. Je leeft maar één keer, dus laat toe gaan. Dan denk je later niet, had ik het maar gedaan. Vier het bosse carnaval, alle hoeders weer van stal. Lekker mee z'n allen aan de boemel gaan. Mis het van z'n leven niet, deze dagen alle drie. In mijn hart, Oeteldonk van kinds af aan. Ons die
kijkt naar Oetel TV op TV 73. Ik zie de snor al staan, Joop. Die loopt, staat met een soort van bondjas in zijn hand. We gaan eens even... Waar zie ik nou toch? Ja, waar ziet er weer schoon uit, jong? Ja, schoon, hè? Met een mooie knijnenjas. Knijnenjasken, hè? Je ziet het nul, hè? Het is... Het gaat hier en ik zie onze Hans ook staan daar. Hey Hans! Hoe is het met een wereldberoemd jasken aan? Ja, dat is... Koude handen heb ik, hè? Ja, dat is nog van mijn vader geweest. Ja, dat heb ik al eerder gezegd, ja. Dat is een echt eentje die al heel veel levens meegemaakt heeft. Als die kon praten? Ja, breek me de band, zeg ook. Dat doe ik ook niet. Hé, hey Hans, nou, het is weer open. Dat jullie weer hier zijn. Ja, ik zeg net buiten. Het is een jaartje ouwe, maar... Ja, gek is dat toch, hè? Dat is elke keer als... Maar ik zie jou natuurlijk veel vaker. Ik heb iets heel speciaals laten maken. Heel... Nou, hij heeft iets heel speciaals laten maken. Dus we gaan eens even kijken wat hij heeft. Altijd nieuwsgierig. Even kijken hoor. Ja, hij dacht ik al hoor. Hij komt dus met het embleem aan. Ja. Nou, weet je wat het is, Hans? Ik zei net al, ik voel me eigenlijk natuurlijk vereerd. Maar de andere kant heb ik ook zo'n gevoel, maar ik ben maar een heel gewoon manneke met een microfoon in mijn hand. Ja, daar is dan wel zo, maar heel veel bossen, meskes, vrouwkes, die vragen allemaal naar een snolleke. Die kijken allemaal naar jouw programma, daar zijn ze allemaal verkikkerd op. En die kopen dit embleem dan? En die vinden dit leuk. Dus ik kom mensen tegen maar met... Maar ik zeg er wel bij, als je een snolleke tegenkomt en je hebt zo'n embleem, dan krijg je het eerste rondje van een snolleke. Ik denk, nou ja, daar zien we wel. Hè. Oh, ben jij zonderling, Miguel. Maar daar wil ik best doen. Ja. Ja. Maar dan neem maar het keukengeld mee van een heel jaar. Want ja, maar ik kom tijdens de carnaval toch nooit in de kroeg. Nee. Het is alleen maar werken. Ja. Ja, ja dat is ja, gewoon. Dus ik durf daar gerust te zijn. Ons dierbaar Oeteldonk. Je kijkt naar Oetel TV op TV 73. Jullie zijn net twee mannetjes van de Muppet Show op de balkon. De Muppets. Weten jullie ook alles van alles en iedereen van een dier en een dier? Oh man, wij zijn zo'n kletsmajoors. Ja, dat is... Wat is het grootste geheim, Joop, op dit moment? Het grootste geheim? Nou, dat kan ik zo niet zeggen, hè. Dat zeg ik niet, hè. Openbaar, hè. Nee, maar jij bent, jouw integriteit is erg hoog, want jij vertelt niks door, hè. Niks. Hey, we zijn, ik ben heel zwijgzaam. We zijn weer in de winkel van Persoons. Van onze Hans en mijn zoon Rob. Ja, ja. Een echt familiebedrijfje. Ja, wij zijn niet de grootste, niet de goedkoopste, maar wel een leuk, gezellig, gemoedelijk winkeltje. En hier worden dus echt klantvriendelijk goed geholpen. En dat wil graag gedaan zijn. Want ik kom natuurlijk elk jaar. En wat is er dit jaar weer waarvan je zegt van nou, of moet ik dat even met Joop doen? Ja. Want ik ben erg nieuwsgierig wat er allemaal... Vooral het panter gebeuren. Het panter gebeuren? Jasje zet van de veerkampjes van de tv... Oh ja, leuk. Leuk, hè? En daar hebben we dus bijpassende veerkamp hoedjes bij. Oma had zo'n mooi hoedje. En dan dit helemaal, hè? Maar dit is wat jij maakt, hè, Joop? Ja. Ben jij zo'n naaidoos? Ik ben een naaidoos. Maar dit, die jaskes die komen dus gewoon normaal binnen. Want ik heb in de vorige editie wel eens boven laten zien hoe jullie die emblemen en zo doen. En ik maak die het hele jaar. Dus al die hoeden en al die jassen zijn... Alles wat we hier zien... Is allemaal door mij gemaakt. En overal maar één stuk van, dus we hebben niet... Dus deze hoed, die kan niemand anders, dan zou bijvoorbeeld dit rozetje anders zijn. Ja, precies. Oké, en zo'n jasje bijvoorbeeld? Ja, dat is nou het allernieuwste, hè. Met strass en struis voor dingen en zo. Dus die zijn hartstikke leuk en de jonge meisjes willen die allemaal hebben, hè. Het is echt Oeteldonk, hè. En hoe combineer ik? Nou, zullen we nou dit eens even als voorbeeld pakken, Joop, en hoe gaan we dit combineren? Wat kunnen wij hierbij pakken? Nou, als we juist op dit jasje gaan zoeken. Ja, een petticoat of zo, of met een legging of met een lange broek. Er kan van alles onder, hè. En ik zie daar een soort van bont op die, ja, op die hoed. Mutsen, die worden ook veel gedragen met dit soort spulletje, zie je. Wel chic, hoor. Allemaal chic, hè. Maar niet wat iedereen in de carnavalswinkel heeft. Dus wij hebben gewoon ons eigen stijl. Gewoon eigen ideeën, eigen ontwerpen. Eigen stijl, ja. En gewoon een hele normale, simpele boerenkiel.
Die wordt niet veel meegedragen. Het is allemaal zwarte colberts en allemaal meer die muziekjasjes. En, wat jij nu bijvoorbeeld aan hebt. Maar ik wil eens omdraaien, want op de achterkant voor de camera zie ik op een hele unieke manier de emblemen gemaakt. Ja, klopt. Zelf erop gezet dus. Dat vind ik wel heel apart. Ja, heel apart hè. Ja, mooi. Zo hek ik dan ook. En de kikvorsten hè. Ja. Oh ja. Dus zijn die hier ook te koop, die kikvorsemblemen? Nou, kikvorsemblemen niet. Maar dasjes wel, hè? Dasjes wel. Ja, klopt. Niels, ik kom naar jou. Niels, ik blijf u trouw. Het kriebelt al van kinds af al. Als ik u op de mat zie staan, Knilles, ik hou van jou. Knilles, ik kom naar jou. Knilles, ik blijf voor trouw. In ons oeteldonk krijg de divonk met paplepel en al. De carnaval als kein al mee op jou. Der weer een mengt en kou. Je mag dan ook vooraan bij alles staan. In de vioor stond Knilles door, samen met Hendrien, daar moeten zien. Het is zo'n enig stel en knap ook zeker wel. Ze stond er niet alleen, kijkt om. Dinsdagavond doet het zo'n zeer, maar volgend jaar staan wij hier weer. Knilles, ik kom naar jou. Knilles, ik blijf u trouw. Het kriebelt al van kinds af aan. Kijk naar Oetel TV op TV 73. Anthony, hi. Hi. Ja, je bent ook jaarlijks hier. Ik zie dat jij een brandweerjasje aan hebt. Dat is een luxe, hè? Dit is een officieel jasje, hè? Dit is een officieel jasje met de knopen. Wel leuk, zeg. De knopen. Maar die heb je hier ook in de winkel? Ja, die heb ik ook in de winkel gehad. Dus eigenlijk, het maakt niet uit wat voor uniform jasje, als het maar Oeteldonk gepimpt is. Ja.
Ja. En ik zie dat het tegenwoordig ook steeds meer gecombineerd wordt met zo'n steampunk en zo. Ja, dus gewoon een slipjas met een steampunk, met een, zo'n hoed, met zo'n bril erop. En dan, ja, dat kijkt heel chic gewoon. En dat wat ik hier heb, hè? Dat, ja, dat zijn die Venetiaanse maskers, ja. Hè? Ja, nou, die gebruiken de mensen meestal voor thuis, gewoon voor in de etalage of voor thuis. Voor de versieren. De kamer, voor de versieren eigenlijk. Maar ze dragen ze niet, maar het is voor de versieren heel mooi gewoon. Thuis te hebben. Zeker. En je hoeft er niet speciaal van naar Venetië, want ze hebben ze hier bij Persoons. We hebben ze gewoon bij Persoons allemaal. Hier, ja, dus ideaal. En maar heel iets geks bijvoorbeeld, ja? Ik noem het een apart pak, hè, zoals een bananenpak, hè, waar die mensen uit Rotterdam anders allemaal hier mee lopen. Hè. Ja. Die hebben jullie toch niet, dat soort pakken? Nee, die komen niet overal binnen meer tegenwoordig, in de kroeg. Hè. Nee, niet? Nee, ze willen echt Oeterdonk hebben, mensen die uit Oeterdonk komen en ze moeten iets dragen van Oeterdonk, dan kom je binnen gewoon. Het is gewoon zo. Stel, de laatste jaren is ze gewoon bekend, in Den Bosch ook. Oeterdonk, kijkt naar Oetel TV op TV 73.